Het was gisteravond een ouderwets spannende tv-avond, tegenover NPO 1's niet al te succesvol begonnen musicalshow Op zoek naar, begonnen RTL 4 en SBS 6 met respectievelijk Chantal's Pyjama Party en Ministars. De strijd was bijzonder spannend. Zo spannend dat NPO 1 zelfs besloot het reclameblok voor Op zoek naar te schrappen. Zo'n ingreep is heel bijzonder voor een publieke tv-zender, weet tv-kenner Tina Nijkamp. Een reclameblok opheffen gebeurt niet zomaar. Dat heb ik nog niet eerder gezien bij de NPO. Dit heeft een prijskaartje van zo'n 50.000 euro. Dit is nogal een commerciële televisie-ingreep, zegt ze op haar analysekanaal. Heeft het gewerkt? Nou, nee. Sterker nog, alle drie de shows scoren magertjes. Wat een avond. En wat een kijkcijferravage. Geen miljoen kijkers op primetime voor NPO 1, RTL 4 en SBS 6. De kijker zit niet te wachten op zoek naar Chantal's Pyjama Party en Ministars. De grote winnaar blijkt niet het grote familieamusement, maar NPO 2's docuserie Het Water komt met 954.000 kijkers, 19% marktaandeel. Historische kijkcijfers dit. Chantal Jansen staat op de tweede plek met 865.000 kijkers, 17% voor haar pyjama-gedoe. In de commerciële doelgroep 20 tot 54 jaar wel een mooie 27,5% marktaandeel. Daar zal RTL 4 tevreden over zijn. Maar het is behoorlijk schrikken voor Chantal en RTL 4 qua totale kijkcijfers. Vorige week scoorde Ruben Nicolai op hetzelfde tijdstip immers nog ruim 2 miljoen kijkers met The Masked Singer. Het brons op primetime is voor Frits Sissing met 727.000 kijkers, 15% voor Op zoek naar. Iets meer dan vorige week. Maar dat mag ook wel na de noodgreep om een reclameblok weg te halen. En waar is Wendy van Dijk met haar tv-show Ministars? Die volgt op flink wat afstand, na vele andere primetime titels als Nieuwsuur, 688.000, 112 vandaag, 413.000, en De 10 Vragen, 407.000. Haar show blijft steken op 376.000 kijkers, 8%, en dat is natuurlijk wel echt sneu voor Wendy, die al tijden aan het kijkcijferinfuus ligt. Tina, de voormalig zenderbaas van SBS 6, spreekt van een groot drama voor de zender. Ze wijst ook op het lage aandeel in de commerciële doelgroep, 6%. Dat is echt weinig en ook nog eens de laagste score van de dag in die doelgroep voor SBS 6. Wat een nachtmerrie. Ongelooflijk laag kijkcijfer. Had dit niet verwacht. Voor dit tv-verzinsel van John de Mol is niet alleen Wendy aan het werk gezet, maar ook haar co-host Britt Dekker en juryleden rapper Snelle, Rolf Sanchez en Miss Montreal. Die sterrenkast wordt nu op een pijnlijke wijze in het hemd gezet door de kijker. De verwachting is niet dat de kijkcijfers nog stijgen, die dalen namelijk meestal na de eerste aflevering. We'll be right back.